Goedemorgen, het is een uurtje of 8 hier in Petaluma, bewolkte dag. We gaan inpakken zometeen en dan gaan we richting San Francisco, down to Memory Lane. Hiermee hebben we onze coast-to-coast doelstelling gehaald. We begonnen aan de Atlantic en daar is de Pacific coast-to-coast. Yeah! Lunch is served. Ja, en dat hebben we altijd bij de hand. Een lekker broodje bij de Golden Gate. Dat is Alcatraz. Oh, mooi hier vandaan. Wauw. Hé, hey, dat was even zweten zeg. Naar boven. Elora durfde niet uit te stappen. Ik eigenlijk ook niet. Oh, man. Hey, and what goes down? Must come up! Had ik het vanochtend over Memory Lane? Nou, dit is het hoor. In dit gebouw heb ik begin jaren 90 een halfjaartje mogen wonen voor een uitwisselingsprogramma van de Leids Universiteit. En dit zijn de twee gebouwen waar we college hadden. Back on old turf. We zijn vrijdagavond aangekomen in Walnut Creek. Gisteren hebben we een hele rustige dag gehad. De dames zijn gaan shoppen naar de bioscoop geweest. Ik ben hier bij Jenny gebleven om wat aan de vlog te werken. Maar nu is de tijd gekomen om afscheid te nemen. We gaan richting Los Angeles via Highway 1. Maar die is van deel afgesloten. Dus dat wordt nog even puzzelen hoe we daar gaan komen, maar daar komen we ook wel weer uit. Dus, let's go!
is nu 10 uur in Paso Robles, ergens langs de highway 101. Geen campground dit keer, maar een motelletje. Dat is wel fijn even. En dan morgen weer terug naar highway 1 voor het laatste deel richting Los Angeles. Laten rusten.